Hi, hi stier. Leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 17. En dat is van maandag 25 april tot en met zondag 1 mei. Zal de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen? Dan lijkt het stier of week 17 voor jou een week is waarin er eigenlijk even een periode is dat je het allemaal wel moeilijk vindt, allemaal een beetje zwaar vindt. Het is maar voor een klein stukje voor mijn gevoel, want ik heb het idee dat er daarna ineens een stuk rust gaat komen, dat er een stuk verbinding gaat komen, een stuk liefde, alsof je ineens weer wat levensverliefd mag zijn. En sterker nog, het zou wel eens zomaar een echte verliefdheid kunnen zijn. Het kan natuurlijk zijn op het moment dat je gewoon al getrouwd bent of een partner hebt of kinderen hebt, dat je daar helemaal niet op zit te wachten, maar dat het vooral een stuk is waarin je gewoon heel erg blij bent, waarin je verliefd bent op het leven en dat je daar heel erg voor open gaat staan. Maar wat het ook is, ik heb het idee dat het dus van even van wat zwaar en van moeilijk ineens naar heel warm en liefdevol gaat. En dat is natuurlijk ook een stukje wat in jouzelf zit. Je lijkt je gewoon heel erg open te gaan stellen en dat is echt het stuk waar je eigenlijk wel even op gewacht had. En het is ook een stuk waar je heel erg vrolijk en gezellig van wordt. Dus lekker van genieten, zou ik zeggen. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.